Jaarhoroscoop stier. Er staat je een uitstekend jaar te wachten, stier. Je bent standvastig en weet heel goed wat je wilt. Het liefst vaar je eigen koers. En dit is in het verleden wel eens anders geweest. De neiging je vredelievende hart naar anderen te richten blijft altijd een uitdaging voor je. En nu slaag je erin bij jezelf te blijven. Maar dit is ook wat je nodig hebt. In je omgeving kan het namelijk behoorlijk turbulent zijn. De taak om de rustige oase te zijn is je dan ook op het lijf geschreven. Je richt je op jezelf en het kan voor je vrienden en familie soms vreemd overkomen. En toch sta je het niet toe de rust te laten verstoren. Al gaat het soms niet zonder slag of stoot. Je geniet graag van al het goede van het leven en bent ook vastberaden dit jaar hier volledig voor te gaan. Verantwoordelijkheden en veranderingen in je dagelijkse leven door anderen blijven aan je trekken, maar heb geen nood. Dit geeft je namelijk alle gelegenheid om je persoonlijke ontwikkeling verder tot ontplooiing te brengen. Vermijd de neiging om je hakken in het zand te zetten voor ingewikkeldheden en grote stappen. Blijf jezelf trouw en besef simpelweg dat sommige zaken onvermijdelijk zijn. Veranderingen werken verfrissend, stier. In je privéleven tonen de sterren de eerste 3 maanden van dit jaar de mogelijkheid om aardig wat zelfonderzoek te doen. En zoals de realiteit het vaak toont, gebeurt het vaak door een uitdaging in je leven. Je gezins- en familieleven staan hierin centraal. Het ziet er naar uit dat je onvermijdelijk voor jezelf gaat kiezen. Besef dat dit voor je persoonlijke ontwikkeling belangrijk is, want dit neemt namelijk niemand meer van je af. Je raakt steeds meer verdiept in de wereld van spiritualiteit. Nieuwe deuren openen en prikkelen je nieuwsgierigheid. Als ik kijk naar je carrière en financiën, ga je je grenzen verleggen en durf je meer risico's te nemen in je carrière. In het begin van dit jaar voelt het allemaal nog wat onwennig en heb je de neiging om conservatief gedrag te vertonen. Echter is dit niet voor lange duur. Een goed bevriende collega is je steun en toeverlaat. En de samenwerking die ontstaat gaat langzamerhand vruchten afwerpen en verhoogt de werkvreugde. Jij laat je van je beste kant zien en kunt je verheugen in je persoonlijke groei naar een nieuwe identiteit. Nieuwe structuren en mogelijkheden lijken zich eindeloos aan te dienen. Soms slaak je een zucht van verlichting en slaat de vermoeidheid even toe. De bewegingen op je werk laten namelijk een snel tempo zien. Je banksaldo laat een uitstekende stabiliteit zien, maar hier zorg je natuurlijk wel voor. Je vindt het prettig als je verzekerd bent van een periode waarin je weet dat je rond kunt komen. En over uitgaven doe je dit jaar niet moeilijk. Je kunt jezelf prima centraal stellen om een luxe aanschaf te doen. Je bent snel tevreden en misschien zelfs te snel. Mocht zich een gelegenheid voordoen om je vergoeding wat omhoog te schroeven, grijp dit met beide handen aan. Want dit zal namelijk uitmonden in een succes. Op het gebied van de liefde en vriendschap laat de liefde deze 12 maanden zich van haar beste kant zien. De juiste mix van erotiek en romantiek verwarmen je en laten je bloed sneller stromen. Er wordt orde op zaken gesteld en je kunt ervan genieten de touwtjes in eigen handen te hebben. Wees echter niet te streng voor jezelf. Je bent zorgvuldig in je stappen en weet met uiterste precisie op tijd de ruimte en rust te nemen om je liefdesleven te geven wat het verdient. Dromerijen en romantiek blijven je verwarmen en geven alle gelegenheid om samen met je geliefde er een heerlijke tijd van te maken. En ook de singlestier kan zich of haarzelf verheugen op een hele fijne periode. Voldoende kansen dienen zich aan om je sensuele en lieve aard te voeden. Cupido heeft de beslissing genomen dat je persoonlijk geluk verdient en werkt ijverig met je mee om alles in de juiste banen te leiden. Blijf bij jezelf en bewaar een heldere kijk tijdens spannende ontmoetingen. De verleiding te idealistisch te zijn loert namelijk om het hoekje. Je geniet ook van je vrienden en sociale contacten. En kan uitkijken naar een gezellige en fijne tijd, stier. Onverwachte uitstapjes en mooie verbindingen met je vrienden maken je leven kleurrijk.
Je bent een geliefd persoon en weet een handomdraai een saaie dag om te toveren tot iets gezelligs. Sta niet vreemd te kijken als je teleurgesteld wordt. En let er vooral op wat vriendschap jou te bieden heeft. Als ik kijk naar je gezondheid, kan je sterke lichaam prima tegen een stootje en dit is je van prima ondersteuning dit hele jaar. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl blijven natuurlijk wel belangrijk. Je bent gevoeliger als het gaat om contacten met vrienden en familie. En mocht er iets niet in de haak zijn, kun je behoorlijk uit evenwicht raken. De buitenlucht en regelmatig ontspannen zijn je zeker aan te bevelen. Zo krijgt je rustige inborst alle gelegenheid om weer bij te komen. Je doet er goed aan regelmatig in beweging te komen en je lichaam wakker te schudden. Vage lichamelijke klachten zijn hierdoor te voorkomen. Stier, als tip wil ik je meegeven vooral loyaal naar jezelf te zijn en te vertrouwen op je stille kracht. Durf je nog meer over te geven aan alles wat voorbij komt.